Welkom bij een nieuwe aflevering van Badje Bokken. Ik ben Berend Oosting en vandaag zijn we bij Wapse Dieven. Mijn naam is Dennis Bakker, ik ben 17 jaar en ik voetbal in Dieven Wapse A1. Ik ben Janno Schoenmaker, 23 jaar en ik voetbal bij Dieven Wapse 1. Ik ben Jeffrey Milveld, 16 jaar oud en ik voetbal in Dieven Wapse B1. Jongens van Dieven Wapse, hebben jullie nog geoefend? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Wie van jullie wil beginnen? Ik ga beginnen. De jongste? Ja. Nou, doe je best hè. Jeffrey Milveld, niet geoefend en... Ja. Dan kan je beter wel oefenen. Twee mis, derde poging. Ja, en dit is... Dat is de wind. Inderdaad. Zo hard schiet jij. Dat is de wind. Poging 4. Totaal uit de richting. Laatste poging, Jeffrey. Dat is de welbekende latje. Maar dat is geen badje. Wat doe je voor werk? Zit je nou op school? Nee, ik zit in de afwas, in de horeca. In de afwas. Geen bakken dus. Wel een doelpunt. Maar... Eindelijk een punt. Voor Dieven Wapse. Hé, het begint erop te lijken. Netjes hoor. Drie, ga je ervoor? Nou, ik probeer het al natuurlijk. Nou, toch. Altijd. Oké. Twee uit drie. Poging vier. Ja. Wel raak, maar niet om. Laatste poging. Dennis Bakker. Ja. Perfect. De Bakker van Dieven. Ik vond het echt netjes. Dankjewel. Drie keer. Dan hoop ik dat de schoenmaker van Dieven... Vier keer raak. Vier keer raak, dan sta je boven. Ja, dat hoop ik ook. Maar ik, drie keer is ook wel goed. Ja, ik woon al lang in Dieven en ik werk bij mijn vaar. Mijn moeder die heeft de moestuin vol met bonen en met sla. Ik melk hier de koeien en ik ploeg het hele land. Ik ben Maarten. Dieven Wapse is het samenwerkingsverband tussen VV Dieven en SV Wapse. Opgericht op 13 januari 2000. Eerst betrof de samenwerking alleen de jeugdelftallen. Maar vanaf dit seizoen voetballen ook de senioren onder de naam Dieven Wapse. En met succes. Want het eerste team van Dieven Wapse werd dit seizoen kampioen in de vijfde klasse C. Ik op de landbouwwinterschool. Ik kan zingen als John Denver, want ik ben zijn idool. Ik wil niet op Veronica of in de Sandwich Show. Ik ben maar boerenjong. Ik kan echten, ik kan rooien, ik kan ploegen, ik kan harken. Ja, die waarde is zo trots, want ik kan werken als een park. Ik drink geen druppel drank, ik maak geen rare bakken sprong. Hiha! Moe bedankt. Ik ben maar een gewone boerenjong. Dit is Janno Schoenmaker, de schoenmaker van Dieven. Ja. Maak je veel schoenen? Ik maak veel schoenen kapot. Dan maak je ze ook weer klaar, omdat je schoenmaker bent. Ja. Janno Schoenmaker, eerste poging. Het is wel moeilijker dan je dacht, hè? Wat een teleurstelling ook bij het publiek weer. Ja, hij was raak, maar hij moet om, Janno. Wil je een weddenschap ergens opzetten? Laat hem nog een keer omschieten. Wil je mij achter in de kont schieten? Achter op jouw kont schieten? Ja? Ja. En als jij dat niet lukt? Ga jij op mij schieten? Mag ik op jou schieten? Ja. Vorige week hebben we het gezien. Janno Schoenmaker weet waar je aan begint. Laatste poging, hij moet dus om. Maar... Nee. Ik heb weer een wedstrijd gewonnen. Ik heb weer een gewonnen. Bij ZZVV denk ik mijn jongen, die mocht om drie keer raak schieten. Bij jou keek je een beetje naar de trap, niet? Eén keer. Ik denk, nou goed, je hebt weer verloren. Dus... Je moet met het kontje voorover staan. Ja, dat is zo. Jongens van Dieven Wapse. Drie punten. Ik vond het niet best. We kijken hem naar de stand. En daarin zien we dat Dieven Wapse op de vijfde plaats staat met drie punten. Bovenaan nog altijd Borger en BKE met 6. En onderaan nog altijd troosteloos VV Pijzen met 1 punt. Dit was Badje Bokaal. Tot volgende week. Maar dan staat die weddenschap natuurlijk nog met Janno Schoenmaker. Kom maar. Kom maar. Kom maar.
Je hebt de weddenschap geaccepteerd als een vent. Alleen ik ben een klein beetje geblesseerd, dus daarom schoot ik hem mis. Ja, makkelijk excuus. Ja, is echt zo, mensen, hoor.